Welkom allemaal, welkom bij deze spoedupdate, want er zijn een aantal dingen gebeurd, maar ik heb ook iets leuks aan te kondigen met betrekking op vanavond, wellicht op het moment van uploaden, misschien nog maar over een uurtje. Maar goed, wat is er aan de hand met Bitcoin? Zijn we uitgebroken? Kunnen we van de vier verdere bullish targets zien? Dit wil ik allemaal in deze aflevering bespreken. Natuurlijk is deze video niet bedoeld als financieel advies. En mocht je deze video ook weer leuk en interessant vinden, duimpje omhoog wordt altijd gewaardeerd. En ben je natuurlijk nog niet lid van dit kanaal, vergeet dan vooral niet op de abonneerknop te drukken. Goed, dan wil ik switchen naar de schermen. En de grafiek, ja, de grafiek laat zien dat we uitgebroken zijn. Dit ziet er super goed uit. Er is een hele grote maar. Dat is mijn mening, maar ik mis het volume. Waar we dus een hele tijd op hamerden, mis ik het volume. We hebben een mooie retest gehad, dat ziet er goed uit, oké. Maar wat nu? Wat nu? We gaan goed in de gaten houden wat we kunnen zien. Kunnen we een hele bullish divergentie zien? Nee, uitgeschakeld. Op de 1 uur. 30 minuten? Nee, uitgeschakeld. Oké, wat er kan gebeuren, is dat... Hè, als we geen volume zien, geen volume, onthoud dat. Want het is gewoon sowieso bullish. Hè? Laten we dat vooropstellen. Dit is gewoon een bullish setup. Alleen ik wil vanaf nu eigenlijk dit zien met volume. En dat zie ik gewoon nu nog niet. Dus wat ik gewoon echt wel even mee wil meegeven op het moment dat we nog een keer die test doen en weer geen koopvolume zien... Dan verwacht ik in ieder geval weer even naar beneden terug in de driehoek te vallen. En dan, ja, welke levels gaan we testen? Wellicht zullen we zelfs de laatste low uitschakelen. Omdat daar waarschijnlijk heel veel stoplosses onder staan. Aangezien misschien dit al de lijn van de driehoek was. Maar goed, tot die tijd, dus hè, zolang 38.400 houdt, is er niks aan de hand. Niks. Dus kan het gewoon langzaam alsnog klimmen. En zou het bullish kunnen zijn. Alleen wat ik zeg, mijn mening is dat ik gewoon power mis. Tuurlijk, deze breakout hub was mooi. Was met goed volume, sterk zichtbaar. Alleen de contenation ben ik niet helemaal overtuigd over. Dus, nogmaals. 38.400 houden is natuurlijk gewoon sterk positief. Is er niks aan de hand, is het gewoon bullish. Verwacht ik verder upside naar de besproken targets die we verder hadden besproken. Na die 44, misschien zelfs 45.000 met betrekking tot Bitcoin. Goed, voordat we eigenlijk weer wat dieper op ingaan, wil ik ook een leuke mededeling doen. Vanavond om 22:10, oftewel 10 over 10, op NPO 2. Kom ik erin voor als daghandelaar. Hier een kleine trailer wat je vanavond kan verwachten. Het is een gekkenhuis op de cryptomarkt. Is het dan een goed idee om al mijn geld daar maar in te stoppen? Millennials zijn in de ban van... Mensen denken dat er een relatie is met het geldstelsel, maar dat is er niet. Wat doet dit met ons geldsysteem? 35 bitcoins, voor welk bedrag heb je het verkocht? Ik heb toen een bedrag voor $1000 verkocht. En als je dan de waarde van vandaag bekijkt, ja, dan zit je nu op de bijna 2 miljoen. Stand van Nederland, generatie Next. Vanavond bij WNL op NPO 2. Dus mocht je nieuwsgierig zijn naar het hele verhaal, hele happen houden, raad ik zeker aan om vanavond even een kijkje in de keuken te nemen van hè, bij mij thuis. Hoe het eruit ziet, hoe het werk gaat, hoe het uiteindelijk allemaal is gekomen en natuurlijk mijn achtergrond. Dus ja, dat was een leuke aankondiging. Ook is er nog een heel nieuwsartikel terug te vinden over mij. Een interview met mij, ook met een hele YouTube video erbij. Ja, super tof dat NPO 2 en Stand van Nederland mij een heel artikel over mij hebben geschreven. Doet me erg goed. Deze link is terug te vinden op Instagram. Als je me wil volgen, hè, ik ben op Instagram actief onder Elroy Ryan. Hier hebben we hem. Dit is dan mijn Instagram account. Nou, hier staat dan de link in het account. En mocht je het ook leuk vinden om het te volgen, je bent welkom. Goed, dan gaan we weer eventjes terug in de grafieken. Want ja, hè, we missen de bullish momentum. En nogmaals, ik sta er niet gek van te kijken als we vanaf hier een 1, 2, 3, 4, 5 naar beneden gaan krijgen. Dus hè, 1, 2, 3, 4, 5. Ongeveer op deze manier. Oké. Key resistance. Als we 39.300 breken, is deze hele setup niet geldig. Is dat niet geldig? En verwacht ik hè, meer upside. Dus key resistance 39.400, key support 38.400. Dus we hebben te maken met een $1000 range. Alleen, als je vraagt wat mijn mening is, dan verwacht ik wel dat wij ietsje naar beneden kunnen gaan. Misschien zelfs naar de 268 op basis van FIP.
wil ik eigenlijk even deze hele run even op basis van FIEP uitzoomen, uitchecken. Voor mij is 3738 op basis van FIEP de 0382 perfect. Dan schakel je net eventjes, zoals we hebben besproken, deze low uit. Dat zou me niks en dan ook echt niks verbazen dat we dus op deze manier terug in de triangle vallen. En dan een bounce gaan zien op die 3700. Dat is voor mij nu een level wat super van belang is tot en met 36400. Dus dat wordt mijn groene box. Zolang we deze groene box dus ook houden. Nu is hij rood, ik ga hem even groen maken. Zolang we deze groene box houden, verwacht ik dat we vanaf daar de lagere tijdframe zullen afkoelen. En dat we daarna weer langzaam omhoog komen. En dan wel gaan uitbreken met de volume. Goed, dat was even een korte spoedupdate. Dus kunnen we bullish worden? Ja, als we 39.400 breken met volume, ben ik bullish. Niks aan de hand. Sowieso, deze uitbraak is bullish. Alleen, ik wil momentum doorzien. Als we die niet zien na nog een keer die trendlijn te testen, ben ik bang dat we toch nog even naar 37.138 tot en met 36.400 kunnen vallen. En die moeten we trouwens overigens ook echt houden. Want als we dat level niet houden, is het foute boel. Goed, wil ik je bedanken voor deze video. Voor het kijken bij deze video natuurlijk. Duimpje omhoog is het superleuk en interessant vindt. En ik hoop je te zien op mijn Instagram. Of heel veel kijkplezier natuurlijk vanavond op de NPO 2 om 10 over 10. Hoi hoi!